Christenen over de gehele wereld maken zich op om het paasfeest te vieren. In principe begon deze viering met Aswoensdag, de start van de 40 dagen vastenperiode. Afgelopen zondag was Palmzondag en vandaag, Witte Donderdag, wordt het laatste avondmaal van Christus herdacht. Dominee Michael Stewart zegt dat er teruggedacht wordt aan het lijden en sterven van Christus. Hierdoor heeft hij de mensheid gered van de zonde. In deze periode moet men zich daarom bezinnen en het geloof belijden, geeft Stewart aan. Nou, in de hele week staan we dan stil. En op Witte Donderdag beginnen we dan echt, zeg maar, ik zou zeggen full blown, om het zo te zeggen, met het vieren en dan speciale diensten te organiseren waarbij wij de naam van de Heere dan inderdaad gedenken en kijken naar wat hij precies voor ons gedaan heeft. Nou, maar op Witte Donderdag bijvoorbeeld, dat is vanavond, zal er dus een avondmaalsdienst gehouden worden. Nou, dat was een opdracht van de Heer Jezus Christus die hij heeft gegeven bij het laatste Paschamaal. En als we aan het Paschamaal denken, dan denken we aan de redding, de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte. En zo zou je dus kunnen vergelijken de dood van de Heer Jezus Christus aan het kruis voor ons, dat het ook zo'n dergelijke bevrijding is, maar dan nu eentje van de zonde. Die Israëlieten werden bevrijd van fysieke slavernij, maar wij worden nu dus bevrijd van, wij zijn bevrijd van de geestelijke slavernij. Uit de macht van de duivel, uit de macht van de zonde. En de Heer Jezus Christus heeft op Witte Donderdag dus aan de discipelen gezegd, toen hij brood brak, en bij Paschamaal braken ze het brood en dronken ze de wijn, toen hij brood brak heeft hij gezegd, nou, eigenlijk heeft hij een nieuwe dimensie gegeven aan het Paschamaal. Mijn lichaam voor jullie gebroken, mijn bloed voor jullie vergoten. En hij gaf daarmee gewoon aan, ik zal aan het kruis sterven met mijn lichaam en mijn bloed voor jullie. Dominee Stewart zegt verder dat op Goede Vrijdag wordt herdacht dat Christus gekruisigd werd en op Stille Zaterdag wordt er gerouwd. Op Pasen wordt de opstanding van Christus en de overwinning op de dood gevierd. De boodschap van dit alles is hoop hebben. Ondanks moeilijke tijden geeft Stewart aan. Als we kijken naar het buitenland, dan zien we dus Syrië met die chemische wapenaanvallen. We zien Amerika die aanvallen, we zien bedreigingen enzovoort. Maar als we hier binnen kijken, dan lijkt het ook alsof wij muurvast zijn gelopen. Met de economie, we hebben problemen met armoede, er is criminaliteit. En mensen voelen zich hopeloos. En de paasboodschap is juist, Christus heeft die doorbraak gebracht. En die muren zijn gesloopt, zijn gebroken door deze Christus. En wij moeten naar deze Christus kijken, hem aannemen in ons leven. En we mogen hoge verwachtingen van hem hebben. Dat hij moeilijke situaties voor ons ten goede kan keren. En als gelovigen zijn we mensen van hoop. Dus wij weten dat Christus dat werkelijk zal doen. Dus die boodschap aan onze Surinaamse gemeenschap. We zitten weliswaar tussen recht en ongerechtigheid. Tussen criminaliteit. En we zitten tussen vrede en onvrede. We zijn een beetje door elkaar geschud. Maar die boodschap van Pasen komt precies van pas. Komt op het juiste moment waar mensen helemaal hopeloos zijn. En denken, hoe verder? En krijgen we nu deze positieve, stevige, sterke boodschap van leven, dat Jezus Christus een doorbraak heeft gemaakt. Ook dat wat wij nu doormaken. Het enige is dat degenen die bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor de politieke besturing van dit land, dat zij ook naar die Christus moeten kijken. Dominee Michael Stewart, voorganger van de Trinitatis Lutherse Kerk. We spraken hem over Witte Donderdag vandaag. En dat christenen over de gehele wereld zich opmaken om het paasfeest te vieren.